Vanaf vandaag ben ik coach, trainer, noem maar op. Standbeen trilt gewoon. Ik ben weer terug. Ik wil zo graag mee klaar zijn. Oh. Het wilde ik toeteren, maar ze toeterde het niet. Ik ging dus weg en toen was het gewoon helemaal leeg. Echt om 9:30. Mijn benen, het is echt onglaublich. Ergens random soort van te schuilen. Kut weer. Oh, zo chagrijnig. Nou, jeetje. Mama is dus helemaal de voortuin aan het doen en het is echt heel mooi. Ik wil dit echt meenemen. Ik zat net ook al de hele tijd met de fiets. Goedemorgen. Het is vandaag maandag. Vorige week heb ik helemaal niet meer gefilmd omdat ik heel de week ziek ben geweest. Maar deze week gaan we knallen. Deze week alleen? Alleen deze week. Met, stel je even voor. Ik ben Jama, aangenaam. Vanaf vandaag ben ik coach, trainer, noem maar op. Ja. En we gaan deze 6 maanden even knallen. Evalueren. Ik ben benieuwd, hij is me helemaal dood aan het maken, dat is echt niet normaal. Ik had al zo lang niet de quads getraind en nu zijn we die weer aan het doen en vorige week was ik ziek. Nou, ik kan niet meer, ik zweer je, ik kan mijn benen niet meer buigen. Het kan niet meer. Maar goed, ik moet weer, anders wordt hij boos. Ik heb mijn enkelband al om, ik heb straf. Van mijn broer vandaag, ik heb de bloed zo. Ja, 20 keer, daarna 12. Al 2 seconden vast. Oké, na 12 keer. Let's go. Kom maar, zo ver mogelijk naar achter kicken. Hou hem vast. 2 seconden. Ik ben weer terug. Nou, u hoort het. Ik ben weer terug van de sportschool. En ik ben helemaal dood gegaan. Oh, zo erg. Ik moest zoveel herhalingen gewoon doen van alles. En ik had sowieso al heel lang niet mijn quads getraind. En dat gingen we nu doen. Nou echt, ik zweer het je. Ik stond te trillen op mijn benen. En op een gegeven moment dan moet ik gewoon mijn spullen pakken van de grond. Nou, ik kon gewoon niet meer mijn benen buigen. Dus ik ging gewoon helemaal met gestrekte benen. Pakte ik al mijn spullen op, omdat ik er anders gewoon letterlijk doorheen zakte. Maar echt killing. Maar hij zei, ja, ik ga je aanpakken. En dat heeft hij al wel flink gedaan. Maar ik was natuurlijk vorige week was ik ziek. En ik liep sowieso achter met de vlog. Dus ik dacht, ik ga even niet filmen een weekje. Dan haal ik al mijn vlogjes weer even in. En sowieso, het is niet heel interessant om te filmen als je ziek bent. Want dan is het letterlijk alleen maar, nou, ik ga wat eten maken. Ik ga op de bank liggen, ik ga serie kijken. Dus, ik ben nu al wel niet 100% beter. Maar we zijn er bijna. Maar ik kan wel gewoon weer lekker allemaal dingen doen. Dus vandaar dat ik hem nu weer lekker oppak vanaf de maandag. En ik had dus, dat heb ik dus helemaal niet verteld. Maar in de sportschool sprak ik dus Chris, heet hij dus. Jama, a.k.a. En hij gaat me dus helemaal begeleiden. Een soort van gewoon personal trainer. Dus dat is fucking chill. We gaan knallen, zei hij. We gaan dus 5 dagen volgens mij trainen. Vandaag hebben we dus benen gedaan. Morgen gaan we upper body doen. Woensdag alleen de glutes, zei hij volgens mij. Donderdag gaan we ook boksen. Dus gewoon met die pads en dan boksen en volgens mij op de loopband. En dan vrijdag weer leg day. En dan ook mijn voeding en zo. Ik dacht, weet je, ik wil dit gewoon even een keer goed doen. Gewoon een keer vol gas. En dan kijken wat we met mijn lichaam doen. Want ik zat heel de tijd een beetje zo van, ja, wat moet ik nou doen? Wil ik afvallen? Wil ik zus? Wil ik zo? Dus ik vind het gewoon chill als iemand me daar gewoon begeleidt. En daarbij helpt. Dus vandaar dat ik hen heb ingeschakeld. Dat we ervoor gaan. Dus, ik ben heel benieuwd. Maar het is wel aanpoten. Het is wel goed rust nemen, goed eten, goed slapen.
En dan ben ik heel benieuwd wat het gaat doen met my body. Maar ik ben naar de sportschool, ben ik naar Belmerplein gegaan. Dat is daar markt. Dus ik heb er even een... Oh, je hebt alles opgeruimd. Bedankt. Vond je dat nu pas op? Ja, dat valt mij nu pas op. Dus ik heb weer lekker een kilo kip gehaald. Hij zegt ook, koop een airfryer, want dan kook je dus met veel minder olie. Want dat is gewoon, ja, dat slaat bij mij dus allemaal op in die armen. Dat is al het blubbervet. Dus, maar ik had sowieso honger en ik dacht, ik wil gewoon kip. Dus ik heb weer die kilo kip gehaald op de markt. En allemaal andere boodschapjes, avocado, broccoli en zoete aardappel en zo. Dus ik ga even kijken wat ik nu ga maken. Maar ik sterf, want ik had veel te weinig gegeten ook voor deze training. Dus op een gegeven moment dacht ik, ik kan er gewoon niet meer. Het was zo, oh, het is echt bizar. En ik dacht echt, ik wil niet meer. But I survived. Ik ben heel benieuwd naar morgen ook. Maar goed, ik ga even eten maken. En daarna ben ik van plan eigenlijk, mijn vlog moet nog online. Ik moet eigenlijk een pakketje erop sturen. En ik moet aan school. Dus, maar het is nu 1 uur. En normaal, hè, als ik heb gesport, heb ik ongeveer hier 300 staan. En nu is letterlijk mijn cirkel al vol. Nou, dat is doodziek hoor. Maar goed, nogmaals, ik ga iets maken. Nou, ik heb een lekker maaltje bereid. Ja. Chicken, rijst, broccoli en some tomatoes. En een beetje een kattensoort, ja... Ketchup/saté-achtig sausje. Die heb ik overheen geknald. En ik ga het nu opeten, want ik heb echt honger. Nou, ik heb me even opgefrist een beetje. Even gedoucht snel. Maar gewoon alles onder mijn hoofd gedaan. En hier heb ik het een beetje bijgewerkt. En mijn haar, die was zo vettig gewoon en dun. En ik had geen zin om het dan weer helemaal te moeten feunen. Zodat het dan krult. Dus ik heb het allemaal gewoon lekker gekamd en strak naar achter getrokken. Zoals je kunt zien. Dan zit het gewoon lekker uit mijn gezicht. En ik ben nu even mijn vlog aan het editen. Of nou ja, ik heb hem net afgeëdit. Die is nu aan het exporteren. Ik ben even een thumbnailtje aan het maken. Dan zet ik die erop. En dan ga ik even pakketjes inpakken. En hier heb ik er namelijk ook nog één. Die koptelefoon ga ik dus terugsturen. Maar dat is bij een UPS-boy. Ik moet even kijken waar dat is. En ik had nog een broek verkocht op Vinted. Dus die moet ik ook nog even opsturen. Maar dat is dan weer DHL. En daarna wil ik eigenlijk nog wat aan school doen, maar het is inmiddels alweer 3 uur. En vanavond zouden we eten bij Kensjo's ouders. Dus de tijd vliegt maar weer. En ik kreeg net een mailtje dat we ergens 12 november of zo al. Dat is nou 17 november. Mijn hele assessment portfolio af moeten hebben en inleveren. Dit echt... Hoe komen ze hier nou weer bij? Ik heb dit nergens gelezen. Zo zat, dat school. Ik wil er zo graag mee klaar zijn. Oh, maar het zonnetje schijnt wel lekker. Dus we moeten nog maar even doorknallen. En dan zijn we ermee klaar. But I don't want to anymore. Really not. Allemaal dozen weer. Het staat helemaal nergens op. Neem jij dit mee? Dan neem ik dat mee. Wat ben jij nou weer voor... En ik heb... Wat? Ik heb dus een nieuwe föhn binnengekregen. Al eerder. Maar die heb ik al in mijn la liggen. Maar die laat ik nog later wel een keer zien. Want ik moet namelijk deze föhn van Emma moet teruggeven. Maar ik heb een soort van een tube hiervan gekocht. Want deze was rete duur. Maar ik heb er nu echt eentje voor. €35 volgens mij. En die ziet er bijna precies hetzelfde uit. Ik heb hem alleen nog niet getest. Maar ik zal die later even laten zien. Daar heb ik nu geen tijd voor. Ik moet nu even pakketjes opsturen en zo. En dit allemaal weggooien. Want kijk, ik heb deze weer precies in dezelfde doos terug. Want dit batterijlogo moest erop om hem terug te sturen. Dus ik dacht, ik doe hem gewoon in dezelfde doos. Maar ik ga het even allemaal fixen en inpakken. En dan kan ik het opsturen en dit allemaal weggooien. Nou, amazing. Dat is gefixt. Ik stond dus eerst echt totaal ergens verkeerd. Ik ging naar de appie, want ik dacht, ik zag op de map staan dat het bij de appie was. Maar dat was dus een andere Albert Heijn. Dus ik vraag zo aan van die mensen in precies zo'n telefoonwinkeltje van, weten jullie waar een UPS point is? Nee, geen idee. Dus trek ik maar naar DHL-punt. Dit is zo'n buurpunt. En toen zag ik dat ze hier ook UPS hadden. 2 vliegen in 1 knap. Geweldig. Maar ik ga nu weer terug naar huis. En ik ga thuis gewoon even iets aan school doen. Want omdat we dan bij de ouders van Kees gaan eten, is het een beetje onhandig. Een beetje omslachtig ook. Om dan nu weer helemaal naar de HVA te gaan.
daar echt misschien maar een uurtje te kunnen zitten en dan weer terug te moeten rijden. Dus ik ga gewoon nu terug. En het is nu 4:15. Kan ik 4:15, 5:15, 6 kan ik nog 2 uur en een kwartier even strijden. Dus dat is helemaal perfect. En daarna gaan we lekker eten bij de paps en mams van Kench. Ik heb ook echt deze helm echt op mijn hoofd zitten. Want ik heb die strakke staart in. Maar ik heb hem gewoon daar overheen gepropt. Maar het doet echt gewoon pijn aan mijn hoofd eigenlijk nu. Die helm drukt hier echt keihard op. Maar goed. Wat zeg je? Dat ik helemaal hoofdpijn heb van mijn staart. Oh echt? Die zo strak zit. Ik moet mijn haar wassen. Nou, we hebben weer heerlijk gegeten bij de schoonouders. Jij helm mee? Hoezo schoon? Heb je die vliegjes wel gezien? Kijk, wij hadden vliegjes. Maar zij? Dit komt niet op je blog, hè? Nou, dit zijn gewoon, jullie kunnen hier niks aan doen. Ja, dit is echt ook normaal. Allemaal stipjes. Maar ze vallen je niet aan. That's true. Bij ons hadden die vliegjes, die kwamen heel de tijd zo voor ons hoofd zitten. Dat was echt heel irritant. Grappig, als je deze van de muur opzuigt, dan plakken nog een beetje aan de muur. Zo. Echt? We willen hier blijven. Maar we hebben hier wel lekker gegeten. Maar Kenji en ik gaan nu terug. En Kenji heeft net zijn motor laten zien. Nou, wat een joekel als ik dat vergelijk met mijn scooter. Het is zo anders. En toen wilde ik toeteren, maar toen deed het toeteren niet. Ja. Daar was hij dus achter gekomen. Scooter toeteren wel, maar... Ja, ik dacht ik wil even toeteren. En ik wil even vroemen. Dus dat heb ik ook even gedaan. Ik heb even gegast op het ding. Ik vond het enig. Maar Kenji en ik gaan nu terug met de auto. Want hij heeft morgen zijn theorie in Utrecht en dan wil hij met de auto. En dat vind ik helemaal niet erg, want het is echt ijskoud buiten. Dus we kunnen wel lekker warm in de auto zitten. Dat vind ik helemaal geweldig. Maar we gaan lekker terug. Ja, ik wil mijn helm wel mee. Dat vroeg hij natuurlijk aan mij. Oh. En misschien ga ik zo thuis nog even wat aan school doen. Want dat heb ik eigenlijk eindstand nu totaal helemaal niet gedaan vandaag. Maar ik was net echt helemaal weer kerstmuziekjes aan het luisteren. Ik werd er helemaal vrolijk van. Ik vond het zo leuk. Dus ik ga denk ik straks even een theetje zetten thuis. Doe ik muziek om mijn oren. En dan ga ik nog heel even wat doen. Want morgenavond moet ik werken. En dan in de ochtend weer sporten. Ik heb het er ook alweer niet van. Ik moet er wel echt een beetje aan de bak. Want anders ga ik het absoluut niet afkrijgen. Maar goed, wij gaan terug met de auto. Nou, nadat we thuis kwamen hebben we nog even een theetje gedaan met z'n allen. Bico lag op de bank en Kenji zat hiernaast nog even zijn theorie te leren. En ik ging ook nog even achter het laptopje wat doen. Maar uiteindelijk dacht ik, nou, dat is natuurlijk kansloos. Er stond ook echt een zieke voetbalwedstrijd aan. Dus daar zaten we ook helemaal in. En uiteindelijk ben ik hier gewoon lekker Gossip Girl gaan kijken. En ik dacht, ik ga dit weekend gewoon wel even strijden. En de komende dagen heb ik op zich ook nog wel even de tijd. Dus we gaan het maar gewoon weer lekker opschuiven totdat de druk zo groot wordt dat ik wel moet. Dat is mijn tactiek voor de komende tijd. Maar het is nu 11:15 en wij gaan lekker ons tandjes poetsen en het bedje opzoeken. Ik ga denk ik nog wel heel veel lezen, maar ik ben ook echt wel moe. Dus ik denk dat ik echt zo slaap. Maar ik had dus trouwens laatst een TikTok gezien, dat was ik net ook allemaal een beetje aan het onderzoeken. Over ja, gewoon vitamines en een beetje kruiden voor dus... Een beetje ADHD-symptomen. Want ik heb laatst altijd eigenlijk gewoon mijn hoofd overstroomd gewoon van ook bullshit gedachten. Dus er gaat zoveel in mijn hoofd om. Dat ik soms gewoon met mijn hoofd tegen de muur aan wil bronken. Dat ik echt denk stop gewoon. En sommige dingen gaan 100 keer opnieuw. Ja, ik kan het niet uitleggen. Maar er is gewoon altijd geluid erboven. En soms wil ik dat gewoon. Dat ik denk kan het gewoon even een keer uit. En nu schijnt dus dat visolie, saffraan... vitamine B6 in combinatie met magnesium. Dat zijn een beetje wat ik heel veel video's van mensen heb gezien. En ook van artsen en specialisten. Dus dat ben ik een beetje aan het onderzoeken. En ik dacht, ik ga dat gewoon testen. Want ik wil niet meer gewoon ADHD-medicatie. Want dat moet je altijd weer... Ja, ik word er gewoon helemaal niet goed van. Vaak moet je dan weer Ritalin, moet je 3 keer op een dag slikken. En dan ga je de hele tijd zo een beetje... Dus je merkt dat het uitwerkt. En dan ga je weer omhoog en pieken en dalen door een dag heen. En vermindert ook mijn eetlust en zo. En kijk, qua concentratie en shit en drukheid, dat maakt me allemaal niet uit. Maar het is gewoon meer mijn hoofd. Dat ik dat gewoon op orde wil hebben en rustig wil hebben. Dus ik dacht, ik ga gewoon een beetje misschien testen met dit soort dingetjes. Maar ik moet even wachten op geld. Want ik heb niet zoveel geld deze maand. Dus dat moet ik denk volgende maand even kopen. Goed, lang genoeg geluld, maar weer. Ik ga mijn bedje opzoeken. En ik kan... Oh my god.
nu echt al niet meer lopen. Oh, ik heb morgen en overmorgen denk ik zo'n spierpijn. Echt niet grappig. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En ik heb echt fantastisch lekker geslapen. En ik werd precies wakker, zeg maar uitgerust wakker. En toen echt een minuut daarna ging mijn wekker. Ik had mijn wekker om 9 uur gezet. En Kenzo toevallig ook. Dus onze wekkers gingen tegelijk af. Maar ik ga nu even ontbijtje maken. Ik heb me alvast omgekleed in mijn sportoutfit. Want ik ga natuurlijk weer sporten today. Because I'm going to sport 5 days in the week. By now. Als het goed Engels is. Want dan ben ik terrible in. Want vandaag is dus upper body day. Ik heb mijn haar weer even strak naar achter gedaan. Want het was super vies. Dus ik dacht ik knal even een strakke staart in. En ik heb nog niet gedoucht. Dat had ik gisteren wel gedaan en make-up op. Maar ik dacht, waarom ook? Want daarna ga ik weer douchen. Dan kan ik eigenlijk alles weer opnieuw doen. Want gisteren had ik dan niet mijn gezicht daarna gewassen. En dat voelde heel vies. En ik heb sowieso een beetje last van pukkels. Dus ik dacht, ik kan het beter even geen shit op mijn hoofd doen als ik nu ga sporten. Dus ik heb ook helemaal geen cremmetjes op. Dergelijks. Maar we gaan weer voor. Ik kan gelukkig nog lopen. Ik had gedacht dat het veel erger zou zijn. Maar ik denk dat ik morgen wel echt heel veel spierpijn heb. Ik voel het namelijk wel echt heel erg. Maar ik heb wel eens gehad dat ik gewoon echt niet kon lopen en mijn benen niet kon buigen. Maar dat kan ik gelukkig nu wel. Maar ik ga even lekker een beetje maken en dan naar de sportschool. Nou, sporten zitten weer op. En ik ben weer helemaal dood gegaan. Echt, ik moet gewoon eerder eten. Zodat ik daar mijn energie uit kan halen. Want ik had dus nu een smoothie gedronken. Maar ik voelde het helemaal in mijn maag, joh. Echt, ik werd helemaal misselijk. Want het is zo'n hoog tempo. Echt zo weinig rust tussendoor. En tussen mijn setjes door moest ik buikspieren doen. En op een gegeven moment dacht ik, nou, kan gewoon niet meer. Gewoon dat mijn lichaam gewoon helemaal energieloos was ik. Dus daar moet ik misschien even wat meer tijd in steken. In de voeding, zeg maar. Maar goed, het zit er weer lekker op. Ik ga nu even douchen en dan ga ik eten maken. En dan ga ik even relaxen voordat ik moet werken. Want ik moet dus vanavond werken. En misschien dat ik nog even wat een beetje aan school ga doen. Dus ja, ik ga de douche omspringen. Nou, heerlijk bordje. Oh, ik heb hier zoveel zin in. Ik zie er nu ook echt ontzettend sexy uit. Ik heb dus nu gedoucht. Oh, dit kan echt niet, die oren. Maar ik heb mijn haar dus even zo gescrunched met allemaal producten erin. En dan doe ik altijd even een t-shirt op mijn hoofd. Dat mag wel uit. En nu laat ik het zo even een beetje opdrogen. Maar ik lijk nu echt op zo'n kabouter. Die pukkels ook. Ik zie er niet uit. Oh, echt afschuwelijk. Maar ik ga dit even opeten. En daarna ga ik mezelf even fixen. Want dit kan natuurlijk niet. Nou, dat is even beter. Oh, ik zag er net echt niet uit. Ik leek echt op een mislukte kabouter. Maar ik heb het lekker gegeten. En mijn haar nu even gefeund. En een beetje opgemaakt. En nu is het tijd om te werken. Hey, daar is Ken. Dus ja, ik moet mijn spullen inpakken en dan moet ik gaan. Want ik moet ook echt nu de scooter op. Anders kom ik natuurlijk weer te laat. Wij waren dus echt al rete vroeg klaar vandaag. Ik heb om 10:30 uitgeklokt. Op een gegeven moment, we hadden hier een groep zitten. En die ging op een gegeven moment weg. En we hadden nog één tafel daar. Het lijkt me volgens mij op de camera. Ik heb altijd het idee dat het ding goor is. Maar die ging dus weg en toen was het gewoon helemaal leeg. Echt om 9:30 of zo was het al helemaal empty hier. Dus toen zijn we gewoon alles gaan schoonmaken en toen was ik om 10:30 klaar. Het is nu 11:30 trouwens, we hebben hier nog heel veel gezeten. Oh. You don't see it. Maar we gaan er lekker vandoor. Ik ga de scooter op, dan ben ik tenminste nog fit voor morgen met training. Ik heb wel gevraagd of het iets later kan dan 10:30. Want ik dacht dat ik later moest werken, tot later. Maar prima, dan kan ik nu lekker uitslapen. Goed eten. En dan kan ik weer doodgaan, want ik kan nu al echt niet meer lopen op mijn benen. Ik heb zo'n spierpijn. Ik denk dat het morgen echt keer 100 is. Echt gestoord. Maar goed, ik ga lekker mijn jasje aan doen, scooter op. En dan thuis even chillen, lekker slapen. En dan morgen weer fit voor another training. Oh my god, ik kom dus net thuis van werk. Het is nu 12:00 precies. En ik moet dit even met jullie delen. Dit is zo lekker. Ik heb dus melk hierin gedaan tot ongeveer hier waar mijn ringvinger zit. Dan echt 4 scheppen kwark. Vanillepoeder. Dus eiwitten.
En dan een hele, of nou ja, gewoon aardig wat kaneel. En dat schudden. En het is zo lekker. Want ik was echt een beetje klaar met al die melkerige eiwitten. Ik wilde dus heel graag binnenkort van die ISN die limonade eiwitten proberen. En je hebt daar dus volgens mij ook iets met cinnamon. Dus toen dacht ik, kan ik dat niet nu gewoon hierbij gooien? Dat moet vast lekker zijn. En het is echt moeilijk lekker. Het smaakt een beetje naar, ken je nog die verkadekoekjes? Met van die suiker, met zo'n suikerlaag hierop. En dan de kaneelversie daarvan. Zo smaakt deze smoothie slash shake nu. Oh my god, ik vind het zo lekker. Oh, ik ben helemaal blij hiermee. Maar ik ga het lekker opdrinken en dan een beetje opzoeken. Maar ik moest dit nog even met jullie delen. Goedemiddag. Ik moet deze muziek maar even uit doen, want altijd heb ik daar gezeik mee als ik het op YouTube wil zetten. Maar het is vandaag woensdag. Ja. En ik heb gisteren heerlijk gewerkt. We waren dus echt vroeg klaar. Daarna lekker nog heel veel daar gezeten. Hier thuis nog even die shake gemaakt toen ik ging slapen. En eigenlijk zou ik vandaag moeten sporten, maar hij appte me. Hij zegt, hoe voel je? Ik zeg, ik heb zoveel spierpijn. Het slaat hier helemaal. Door mijn eitjes. Of eitje. Die is hier aan het borrelen. Wat een her. Maar hij zegt, wil je anders even een dagje rust? En dan gaan we morgen weer knallen. Wat zeg ik nou? Ik vind dat een erg, erg plezant idee. Dan kan ik me vandaag ook even focussen op studie, zei ik. En dan kan ik morgen tenminste weer een beetje lopen. Mijn benen, het is echt onklauwelijk. Ik ga ze ook even stretchen, denk ik, vandaag. Maar en dan wilde dan vandaag de glutes doen. Nou, mij echt niet bellen, hè. Dan sta ik daar denk ik gewoon weer te trillen op mijn benen. Maar ik heb nu even een eitje die is daar aan het koken. En ik heb even nog een havermoutje met thee. Dat ga ik even opeten. Het is ondertussen alweer 10:50. Maar ik heb ongeveer om tot 10:00 in bed gelegen. En daarna, of 10:00 werd ik wakker volgens mij. Kwart voor 10 zoiets. Toen werd ik lekker gechilled, rustig aangedaan. En gewoon gedoucht, me klaargemaakt. Mijn haar is ook gefixt. Dus ik dacht even een beetje tranquilo dagje vandaag. En dan ga ik dit allemaal even opeten. En dan ga ik denk ik of naar school of hier even aan school. Maar dan moet ik nog even kijken waar ik dat ga doen. Ik denk dat mijn eitje zo al klaar is. Oh, nog een minuut. Langer dan ik had gedacht. Dan ga ik vast even zitten. Nou, ik heb weer even op school gezeten. Zoals je het kon zien. Ik heb wel redelijk iets kunnen doen. Maar ik had echt veel meer kunnen doen. Maar in ieder geval meer dan had ik überhaupt thuis had gedaan. Maar ik liep dus naar buiten en toen begon het echt keihard te regenen. En nu sta ik echt ergens random soort van te schuilen. Hier langs de weg. Want ik zag dat het een soort piekje was. Dus ik hoop eigenlijk dat het zo droog gaat worden. Want echt van een klein mini stukje lopen werd ik echt helemaal ondergestraald. Maar ik moet nog even boodschappen doen. En dat doe ik hier bij de appie gewoon. En dan thuis even wat koken. Maar het is echt al 7:00. En ik heb zo'n spierpijn. Het is echt niet normaal. Ik moet gewoon aan alles moet me vastpakken om op te kunnen staan. Ik weet echt niet of ik morgen ga trainen hoor. Ik ga in ieder geval zeggen tegen hem dat ik waarschijnlijk morgen gewoon nog steeds niet kan lopen. Ja, ik vind het niet normaal. Die spieren hebben echt even rust nodig, want het is echt gestoord. Maar goed, volgens mij begint het al binnen te regenen. Dus dat is top. Dan kan ik zo lekker de scooter op. Ik krijg dus godverm scooter niet aan. Hij start al heel de tijd moeilijk. Oh, nou. Hi. Nou, die vent bij mijn scooter, die kon me niet helpen. Die zei, nou, ik heb daar echt geen verstand van. En ik was er ook helemaal klaar mee om te proberen. En het klonk ook echt alsof het gewoon niet meer ging werken. Dus ik dacht, nou, ik geef het op. Dus toen ben ik teruglopen naar de metro. Ik Bieke gebeld. Ik dacht, nou, dan bestellen we wel wat eten. Want ik zou eigenlijk langs de appie rijden om boodschappen te doen. Maar ja, dat kon dus natuurlijk niet. En het regende. Het is kut weer. Oh, zo chagrijnig. Maar toen zat ik in een metro. En toen had Kenzo nog geappt op werk van, moeten we voor jou ook eten mee bestellen, zodat je het dan kan opwarmen. Toen zei hij, ja, doe maar, verzin maar wat.
kies maar een bokje uit voor mij. Dus ik had doorgestuurd naar Bico en toen zat ik dus in de metro en toen was ik bij hier bij Strandvliet. Toen dacht ik, ik kan nu ook gewoon door even naar Belmar Arena, want daar is de appie en dan loop ik even heen en weer. En dan hebben we echt voor het helft van het geld, dan hebben we gewoon eten. Meer zelfs, zeg maar minder dan, nog meer dan minder dan de helft. Klopt dat? In ieder geval is dan wat ik bedoel, gewoon een stuk goedkoper. Dus ik ben naar, ik Bico gebeld. Ik zeg, joh, ik ga wel even naar de appie, want we hadden thuis nog allemaal mais en bonen. Dus ik dacht, ik haal wel gewoon gehakt en dan kunnen we even wraps maken. Dus ik loop nu met mijn boodschappentasje. En altijd als ik in de app loop, neem ik natuurlijk weer veel mee. Veel meer mee dan alleen dat. Ik zou alleen wraps moeten halen en gehakt. Maar ja, dan heb ik weer een hele boodschappentas vol. Maar goed, ik loop nu lekker terug. En dan ben ik het zo klaar mee. Zo zat ben ik het. Gadverdamme. Het is echt ondertussen alweer 7:30. Ik heb ook honger. Ik ben er echt klaar mee. Dit was echt vreselijk. Als je scheidscooter nou gewoon een verkeer doet. Die moet ik binnenkort wel even laten fixen, denk ik. Want dit is natuurlijk echt drama. Nou, ik was het echt helemaal zat toen ik thuis kwam. Maar gelukkig zat er een ander marmesje op de bank. Die kon lekker koken. Dus Bico die heeft gekookt voor ons. Dat is wel lekker makkelijk hoor. Om elke paprika gesneden, want alleen de gehakt en die bonen al bij te fleuren. En nu is het andere marmesje ook al thuis. Snoezepoes. En die gaat het allemaal weer opruimen. Dat is toch wel. En ik ga nu even het wasje ophangen die ik er vanmiddag in heb gedaan. Wat er moet nog gebeuren? Ik had gevraagd of ik eens wat wilde doen, maar die had er geen tijd voor. Dus ik ga het nu even doen. Ik heb even heerlijk gedoucht en onder de douche al mijn benen een beetje gemasseerd. En nu heb ik dit op mijn benen hier heel de tijd gesmeerd. En dan het ook helemaal gemasseerd en zo. Dus ik hoop zo dat het een beetje gaat werken. Ik wil echt niet zeiken, maar het is echt intens hoe erg deze spierpijn is. Maar goed, ik wou nog gaan lezen, maar het is inmiddels alweer 12:30 en de rest die slaapt allemaal, want het regent zo lekker. Het is perfect als je lekker in bed gaat liggen en het regent zo. Maar ik had mijn boekje hier klaar liggen, maar het is dus al laat en ik ben moe ook, dus ik ga lekker mijn bedje opzoeken. Voor de rest heb ik wel dus onder de douche lekker mijn make-up allemaal afgehaald, tandjes gepoetst. Dus ik kan nu ook lekker meteen een bedje induiken, dus dat is ook absoluut wat ik ga doen. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik ben heel even snel een broodje aan het eten, want ik ga dus nu naar sportschool om het er even allemaal uit te laten masseren. Want hij appte me weer vanochtend, hij zegt, hoe gaat het? Ik zeg, ja, ik zak gewoon door mijn benen heen. Ik heb zo'n spierpijn nog steeds. Dus hij zegt, nou, kom dan maar vier en dan masseren we het even, anders blijf je zo. Dus ik denk ook niet dat we verder iets anders gaan trainen. Nou, ik dacht al dat dit ging gebeuren, want de eerste training was zo intens. En als je dat gaat doen, als je je benen al heel lang niet hebt getraind, ja, dan kan je dit natuurlijk verwachten. Dus ja, de eerste training had eigenlijk gewoon even wat minder intens gemoeten, want dan had ik deze week gewoon wel lekker door kunnen trainen met alles. Maar ja, ik hoop dat het gewoon snel voorbij gaat. Mijn scooter staat natuurlijk nog bij school, dus ik moet op de fiets. Maar ja, dan kan ik het er wel misschien even lekker uit trappen. Maar bijna veel te laat, dus ik heb hem zo even dat ik later ben. Dus ja, ik eet het even op en dan spring ik op de fiets. Nou, het zit er weer op hoor. Ik ben even dus naar de sportschool hierachter geweest om... Hij heeft me even gemasseerd, ook met zo'n gun, zeg maar. Nou echt, ik verging van de pijn. Oh, 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 oh. Maar ik loop nu wel als soepeler, daar ben ik blij mee. Ik had ook nog even 5 minuten binnen gefietst. En nu fiets ik weer lekker terug, dus kan ik er ook een beetje uitfietsen. En dan moet ik nog even wat meer eten, want ik heb natuurlijk maar 1 broodje gehad. Omdat ik een beetje haast had. Verdomme joh, het slot moet je altijd met 2 handen doen. En daarna wilde ik eigenlijk naar school, maar ik moet nog even kijken hoe ik dat allemaal ga doen. Want mijn scooter doet het niet, dus misschien dat ik dan met OV daarheen ga. Nou jeetje. Oh hoor. Ik wil Emma's feun eigenlijk misschien namelijk ook nog terugbrengen. Maar ik hoop gewoon eigenlijk dat ik mijn scooter gewoon weer aan de praat kan krijgen. Want dan kan ik er weer mee terug nemen. Staan we niet op dan? Zij staan er wel op hoor. Hallo, bij je ook.
Oh, altijd leuk. Nou, ik ga in ieder geval nu even terug naar huis. Nou, ik kom net weer thuis en ik was nog heel even doorgereden naar de Ethos om tijgerbas op te halen. Maar daar hadden ze dus niet de rode, alleen een witte. En toen zei die vrouw, die is wel minder heet. Toen ben ik naar de Kruidvat gegaan, want die zit er echt bijna naast. En daar is hij. Ik ga dit er gewoon even op smeren. En hij heeft me dus nu helemaal... Oh, wat deed veel pijn, zeg. Oh, ik hoop echt dat het snel over is. Want het is echt unbelievable. Maar ik dacht, het is nu 1 uur. Ik ga even wat eten. En ik ga vanavond naar Britter nieuwe huisje. En dat is in Lisse. Dus ik dacht, misschien ga ik gewoon nu even wat eten. En dan pak ik mijn spullen. En dan ga ik gewoon naar Sassheim. En dan ga ik bij mama gewoon aan school zitten. En eten. En dan daarna gewoon naar die meiden. Of dat ze met die meiden eten, weet ik eigenlijk nog niet. Maar ik dacht, dan ben ik tenminste al daar. Want als ik nu hier blijf of misschien nog naar school ga, dan duurt het allemaal weer lang. Dus dat vond ik wel een goed idee. Ik ga in ieder geval nu echt even eten maken, want ik was aan hungry. Nou, mijn koffietje is ook ready. Ik heb een heerlijk lunchje gemaakt. Moet je eens kijken. Ik heb een zalmpje dus een beetje aan de boven- en onderkant opgebakken. Zodat hij in het midden nog wel rauw is. Want dat vind ik lekker, een beetje. Kijk, hier zie je het. Dus aan de bovenkant heb ik hem wel een beetje gebakken. Op brood heb ik het gedaan met eitje, komkommer. En dan had ik nog wat sojasaus en ja, een soort van zo'n klein sausje had ik bij een pokeball gekregen. Daar heb ik ook nog even overheen gedaan. En dus een lekker koffietje. Dus dit is echt een mega lunch. Oh, ik kan amper zitten. Dit is echt niet normaal. Oké, ik ga niet meer klagen over mijn spierpijn. Jullie weten het nu wel. Ik ga nu even Gossip Girl erbij aanzetten. Kensho die belde me net dat hij in Lidl stond. Ze heeft nog lekker wat boodschappjes meegenomen. Die komt wel zo goed is zo aan. Maar ik ga dit even lekker opsmikkelen. En dan ga ik mijn spullen pakken. En dan ga ik naar Sassheim reizen. En dan dus naar mama. En dan ga ik daar even aan school. En dan in de avond naar Lisse. Naar Britje. En naar nieuwe Osso. Dus ik ben erg benieuwd. Ik kom net thuis door de zeikregen. Gadverdamme joh. Kut Nederland. Ik had ook geen paraplu mee. Ik wist niet dat het eigenlijk regende. Het had natuurlijk geregend in Amsterdam, maar toen was het droog. Toen dacht ik, oh, lekker chill. Ik kan ook deze jas aan. Lekker mijn UX aan. Dit is natuurlijk ook top. Heerlijk. Maar goed, I made it. Maar kijk. Mama is dus helemaal de voortuin aan het doen. En het is echt heel mooi. Ik vind het echt beautiful. Het heeft zo lang geduurd. Er heeft hier zo lang aarde gelegen met een blauw zeil. Echt heel lelijk, maar ik vind het helemaal prachtig. Het lijkt heel, heel blauw licht, lijkt het. Het is wel wat warmer allemaal hoor, maar dat komt ook door een beetje door het licht. Maar goed, ik ben in ieder geval blij dat ik er ben. Want mijn fiets stond daar volgens mij wel, maar ik dacht ja, nou. Ik krijg die sleutel er niet. Er stond nog een fiets op het station hier, waar ik dacht, ik ga ook niet fietsen. Dus toen heb ik gewacht op de bus. En dan vanaf Zuiderstraat moest ik dan even lopen. Dus daarvan ben ik wel behoorlijk nat geworden. Maar ja, I made it. Zijn de konijntjes nog aanwezig? Die zijn ik buiten. Oh, daar komt hij net uit de schuur gehobbeld. Mijn snoes. Daar is die. Oh, liefjes. Wat een roze licht hier. Maar ik zit weer aan de oude, vertrouwde ronde tafel. Je hebt toch al een hele tijd niet gezeten. Met een klein moedertje. Wel klein. Omdat jij klein bent. En hier op links zitten 2 snoesjes. Oh, huppelt er nou eentje weg. Maar ze zaten net zo, kijk. Dat hier wel perfect. Oh, alsof je echt iets uitwappert. Wat een geluid. Maar kijk. Dit is nog snoezig. Liefjes. Maar ik zit hier even een beetje aan school te werken. En net appte Jen. Want ik zou dus met Jennifer en Britt gaan. Zeg ze eerst.
Ik denk niet dat het me lukt om te komen, meiden. Ik ben nog steeds bezig met mijn koude overslag. Ik dacht dat het al klaar zou zijn, maar niet dus. Ik zeg, no, meen je. Toen zei ik, ja, wat is je adres, Brit? Want ik ben nu toch wel eens gezien, dus ik kom sowieso wel. En nu zeggen ze, oké, fuck it, haha. Dus ik denk dat ze misschien wel komt. Maar ja, ik ga het zien. Want zij zou me namelijk met scooter op komen halen. Zodat als ik dan vanaf Brit samen met haar terug ga, dan kan ze me meteen even afzetten op station. Dan hoef ik niet eerst hier langs. Als ik met scooter van hier ga. Jenny heeft mij net opgehaald lekker thuis met scooter. Mijn snoezepoes. En we zijn nu naar Lisse gereden. En toen kwam ze met het geweldige idee. Want we gaan dus bij Brit langs in haar nieuwe huisje. Om even een soort housewarming giftje te geven. Dus wij lopen nu in de HEMA. Oh, mag ik hier filmen? Mijn eigen hoofd. Ja? Om dus even een soort housewarming giftje te kopen voor er in een nieuw huisje. Maar wat, is het niet leuk om misschien een dekentje of zo of op de bank? Ja, weet je wat het is? Dit is eigenlijk wat ik altijd doe. Ik kom altijd op een verjaardag of een huiswarmingfeestje en dan neem ik dus geen cadeautje mee. Ja. Om dan dus daar even te inventariseren van, wat heeft ze eigenlijk echt nodig? Oh, dat heb je al gezien. En dan, nee, heb ik dus niet. Maar je bent er toch al geweest? Nou, we gaan even op pad. Het is helemaal zwoel hier. Ja. Oh, hij moet wel even scherp stellen op mijn gezicht. Ja, je mag ook het licht verder zetten als dat nodig is. Hallo? En dan zit je een raar bezorg, want ik kan natuurlijk helemaal niet tegen licht ontvangen. Daar ben ik! Hi, ik ben aangekomen in het huisje van Britje. En wij hadden dus nog, wat laatst wat jullie gezien hadden, was dat we in de HEMA liepen. Maar kijk nou even wat we hebben gekocht. Waar is die? Deze is toch amazing! Oh my god, en kijk deze voetjes. Dit is zo lief. Het is echt niet normaal. Maar niet ik wil dit echt meenemen. Ik zat net ook al de hele tijd met die voetjes. Het is echt heel cute. Maar kijk, dit is helemaal gewoon allemaal van Brit. En dit is echt toevallig, want ik wilde dus een airfryer kopen. En zij heeft deze dus, die ik dus misschien wilde. En ze zegt die stop, dus die ga ik binnenkort kopen. Maar het is zo leuk. Het is ook lekker vloerbedekking. Dus ik vind het zo top. Het voelt zo helemaal meteen huiselijk. De muziek is wel uit trouwens. Oh ja, dat komt wel. Sinds dat jij weg bent gegaan, ja. Ik heb lekker de radio van een lekker een spiegeltje hier. Het is zo mooi. Oh. Dit vind ik ook, dit is echt vakantie vibes. Zo'n raamding. En hier heb je helemaal door slaapkamertje. Oh, het is donker. Een prachtige badkamer ook. Echt. Kijk nou. Dit is toch echt fantastisch. Ik ben helemaal jaloers eigenlijk. Dat je dit gewoon helemaal voor jezelf hebt. Echt love it. Maar goed, ik mag natuurlijk niet klagen. Maar we zijn lekker even gezellig theetjes aan het doen. Kletsbetsen. Maar ik moet natuurlijk wel een laatste trein hebben. Omdat ik weer terug naar Amsterdam moet. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar het is in ieder geval helemaal relaxations hier. I love it. Oh mijn god, wij dus echt eigenlijk net te laat weggegaan. Wij stonden beneden en ik had nog 13 minuten en we stonden in Lisse en ik dacht, nou ik ga dit niet meer halen. De trein ging om 14 over. Dus wij rijden, dus ik ga heel tijd op mijn horloge kijken. Op een gegeven moment reed ik op de hoofdstraat, dus 11 over. Toen dacht ik, oké, dit gaan we redden. Dus Jenny komt hier, die rijdt zo naar voren bij het station. We zien de trein aankomen, ik spring eraf. Help af, check in. Ik loop de trap op en de trein komt zo voor mijn neus. Het kon niet beter. Het was echt perfect. Maar het was echt een heerlijk avondje met de meiden. En ik ga dus nu weer lekker naar huisje racen. En dan thuis, ja, denk ik eigenlijk meteen slapen. Maar ik ga eerst die tijgerbalsem heb ik dus gekocht. Bij de kruidvat. Dat ga ik op mijn benen smeren. En misschien dat ik nog even ga douchen. En dan ga ik lekker een beetje luipen. Oh, heerlijk. Ik ben inmiddels alweer lekker thuis gekomen. Het is nu best laat al. Ik heb net even lekker gedoucht. En mijn kleertjes opgesmeerd. En nu ga ik nog heel even die tijgerbalsem er eens opsmeren. Stel niet scherp. There it is. En dan doe ik deze trainingsboek eroverheen. En dan ga ik slapen. En dan gaan we het morgen maar weer zien. Ik ben benieuwd hoe dit is. Ik heb wel alvast dus al mijn crèmes opgesmeerd. Want gisteren had ik dus
dit erop gedaan. En dat zat dus nog op mijn handen. Ik had wel mijn handen gewassen. Maar daarna ging ik dus mijn soort nachtcreme opsmeren en zo. En toen voelde ik heel mijn gezicht branden. En deze is sowieso nog 10 keer zo erg. Dus dat heb ik nu alvast even voorkomen. Dus ik heb alles alvast lekker op mijn gezicht gesmeerd. En ik voelde me gewoon een beetje goor van de regen en zo. Dus ik dacht, ik doe even lekker douchen. Maar het is echt wel laat, dus ik moet weer gaan slapen. Dus ik ga even lekker de beentjes smeren. En dan duik ik het bedje in. Ik heb natuurlijk het vlogje weer niet afgesloten. Dus dat doe ik bij deze even. Heel erg bedankt voor het kijken maar weer. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan hoop ik je natuurlijk weer te zien in mijn volgende video. Doei!